over het mooiste wat er bestaat in MNO-land. Het hefboom-effect. Wat is het hefboom-effect? Even in één zin samengevat. Wie weet dat? Wie wil een poging wagen? Stan? De mate waarin je vreemd vermogen kan vervangen door eigen vermogen. Ja, nou, dat is op zich een goed begin. Iets zorgvuldiger, maar dat ligt niet aan jou. Het is de mate waarin ik gebruik maak van vreemd vermogen om er vooral het rendement op mijn eigen vermogen mee te vergroten. Wat zegt hij nou weer voor rare dingen? De mate waarin ik gebruik maak van vreemd vermogen om daarmee het rendement op mijn eigen vermogen te vergroten. Heel simpel voorbeeldje, jongens. Kirsten en ik gaan samen naar het casino. Ben je wel eens geweest, Kirsten? Nee. Nou, je kan in ieder geval gokken daar, hè? Gezellig. De roulette tafel en allerlei andere dingen. Je geld is altijd weg aan het eind van de avond, dus gewoon niet aan het beginnen. Maar ik ben daar heel goed in. En ik zeg tegen Kirsten, ik heb 100 euro bij me. Daar maak ik makkelijk het dubbele van. Maar jij bent niet zo goklustig, dat weet ik. Dus leen mij nou 100 euro. Dan krijg jij aan het eind van de avond 10% rente van mij. Dan krijg jij je tientje, plus je 100 euro terug. En met die 100 euro van jou, waar ik dus 10% rente moet betalen, ga ik dan met 200 euro gokken. Ja? En dan kom ik met het dubbele thuis. Dus 400 euro, stap ik weer naar buiten. Ik betaal jou je rente, betaal jou je aflossing. En ik heb dus gebruik gemaakt van jouw geld, want ik heb van jou voor 10% geleend. Ja? 10% in de interest moet ik jou betalen. Maar met jouw geld en mijn eigen geld erbij maak ik wel 10% rente, maak ik wel 50% rendement. Nee, 100% rendement. Ik verdubbel het bedrag. Dus ik heb van jouw geld gebruik gemaakt tegen relatief lage interest om er zelf heel veel meer in te verdienen. Want hoeveel eigen geld had ik bij me begin vanavond? Ja, 100 euro, toch? Mijn eigen 100 euro. Ja. En met hoeveel stap ik naar buiten? Aan het eind van de avond? Ja, 400. Maar ik moet jou terugbetalen. 100. 110. Je interest, heel goed. Heel wakker gebleven. Dus met hoeveel stap ik nou netto naar buiten? 290. Ik heb dus 190 rendement, hè, in euro's op mijn eigen 100 euro. Ja. Hoeveel procent rendement heb ik op mijn eigen geld? 10. Ik ben met 100 euro eigen geld ingestapt. Ja? Ik heb 100 euro geleend van Kirsten. Die heb ik aan het eind van de avond netjes terugbetaald. Ik ben uiteindelijk met 200 euro ben ik fiches gaan kopen. Ben ik bij de croupier beland. Ja? Hoeveel krijg ik? Ik stap naar buiten, eind van de avond. En Kirsten heeft de hele avond op een barkruk gezeten. Met hoeveel? 400 euro. Ja? Daar kom ik mee naar buiten. Maar wie wacht mij op daar? Kirsten. Want Kirsten die wil de 100 euro terug. En ze wil die 10 euro rente terug. Kirsten blij, want die heeft 10% verdiend in één avond. Dat is toch niet slecht? Toch? 110. Met hoeveel stap ik er weer op mijn fietsje? Met 290. Jeetje, dat is even mooi. Ik ben met mijn eigen 100 euro binnengestapt. En ik stap met 290 weer naar buiten. Wat heb ik nou voor rendement op mijn eigen geld? 190%. Ja? 190 euro rijker geworden op een investering van 100 euro. Geweldig, kan niet beter. Had ik Kirsten nou niet gehad, Kirsten was niet in de buurt geweest, niemand anders die mij had willen lenen, ik had maar 100 euro kunnen investeren. Ja, had ik met 200 buiten gestapt, hè? Want ik heb mijn inzet sowieso verdubbeld. Maar ja, dan had ik maar 100 euro en dus ook maar 100% marge op mijn eigen geld. En nu heb ik 190% dankzij het feit dat Kirsten mij wilde uitlenen en ik van het hefboom-effect gebruik heb gemaakt, omdat ik met Kirstens geld meer rendement heb gehaald dan wat ik haar moet betalen aan interest. Het rendement op het totaal vermogen is groter geweest dan de interest op het vreemd vermogen. Wow, hebben we daar even de kern van het hefboom-effect te pakken? Ja. Namelijk, daar gaat hij, jongens. Knap hoe jullie je nog even concentreren. Rendement op het totaal vermogen is groter dan de interest op het vreemd vermogen. Eens? Wat is in dit simpele voorbeeld? Super simpel. De rendement op het totaal vermogen. Even zonder dat we nu gaan afronden en precies gaan rekenen.
Nou, totaal vermogen dat we erin hebben. Totaal vermogen van 200 hebben we erin gestopt. Met welk bedrag zijn we weer naar buiten gekomen? 400, hè? Dus het totaal, rendement op totaal vermogen is ongeveer 100%. Eens? Ja? Is dat groter of kleiner dan de interest over het vreemd vermogen? Ja, zo'n 10%. Ja? Dit is de oorzaak van een positief hefboom-effect. En dat heeft tot gevolg dat ik een hoog rendement heb op mijn eigen vermogen. Namelijk van 190% in dit voorbeeld. Eens? Oké. Okay. Kan natuurlijk ook andersom, hè? Ik heb een totaal rendement, rendement op het totaal vermogen, beter gezegd, dat lager is dan het bedrag of de interest die ik gisteren moet betalen. Heel vervelend, ik heb me vergist. Oh. Ik had alles op dat rood gezet en blijkt het toch zwart te worden. Een ellende. In één keer weg. En dus ik kom naar buiten, niet met 400 euro van die 200, maar met de 80 euro. Of met, nou, niet al te erg maken, met 120 euro. Wat zegt Kirsten? Ah, wat zielig voor je, hoef je mij niet terug te betalen. Nee? Nee. Nee. Dus ik kom met 120 euro naar buiten. Kirsten zegt, krijg je even 110 van je, toch? Ja? Nou, wat is er dan aan de hand, jongens? Dan heb ik natuurlijk een veel lager rendement op het totaalvermogen, ja? Dan op het bedrag, de interest, beter gezegd, die ik gisteren moet betalen. Dan heb ik een, als gevolg een negatief rendement op het eigen vermogen. Een veel lager rendement. Ja? Hoe schrijf je dat dan? Nou, dan schrijf je ongeveer hetzelfde op. Dan zeg je rendement op het totaalvermogen is kleiner dan de interest op het vreemd vermogen. En dat heeft tot gevolg dat het rendement op mijn eigen vermogen nog veel lager is geworden. Ja? Beetje in symbolentaal. We gaan eens kijken. En dat is niet makkelijk. Maar we gaan toch even kijken of jullie dat in dit kleine half uurtje met mij mee kunnen doen. Hoe het hefboom-effect kan worden losgelaten op onze onderneming waar we al de filmpjes mee hebben gewerkt. Daar gaan we, jongens. Maar nogmaals, tegenvraagje. Oefen hiermee. Want dit zijn leuke dingetjes. Denk je van, hoe zou dat nou werken? Wat is dan precies dat rendement op dat eigen vermogen? Want het gemiddeld geïnvesteerd eigen vermogen stijgt. Gaan we zo meteen ook weer zien. Dat zijn tegenvraagjes die ik jezelf bij jezelf wil laten stellen. Ik veeg hem er even uit. Kan wel, hè? Wat ik wel wil doen, is dat ik hem nog even voor je uitschrijf met de precieze antwoorden hierbij. Bij de altijd gezellige casus over het casino. Samen met Kirsten. Nou, hefboom-effect loslaten op deze onderneming, dames en heren. Ik ben heel benieuwd, want ik weet het ook gewoon niet zo of we een positief of een negatief werkend hefboom-effect hebben gehad. Wat moet je voor het hefboom-effect weten? Het rendement op het totaal vermogen. De interest over het vreemd vermogen en het rendement op het eigen vermogen. Hoe doen we dat? Rendement op het totaal vermogen. Dat is de winst plus de interest die ik heb betaald gedeeld door het gemiddeld totaal vermogen. Interest op het vreemd vermogen, begrijpen jullie denk ik, is de betaalde interest gedeeld door het gemiddeld vreemd vermogen. En het rendement op het eigen vermogen, dat is dan uiteraard de winst gedeeld door het gemiddeld eigen vermogen. Zullen we eens gaan kijken. En daarbij mag je ervan uitgaan dat bedragen die we hebben geïnvesteerd, hè, dus geld wat erin zit, het gemiddeld geïnvesteerd vermogen,
dat als dat verschillend is, dat het in de loop van het jaar gelijkmatig is toegenomen of afgenomen. Met andere woorden, je mag het gemiddeld eigen vermogen of het gemiddeld totaalvermogen mag je bepalen op het verschil tussen het bedrag aan het begin en aan het eind van de periode. Let alsjeblieft op, want vaak zit er in zo'n examenopgave, als het bijvoorbeeld gaat om het gemiddeld vreemd vermogen, zit er een aflossing op een langlopende lening in per 1 april. Ik roep maar wat. Moet je denken, oh ja, 3 maanden het oude lenenbedrag, 9 maanden na dat stukje aflossing. Hier niet, in dit voorbeeld. Let er alsjeblieft op dat je daar goed naar kijkt als het aan de orde is. Het gemiddeld geïnvesteerd vreemd vermogen is dan op dat moment goed te verdelen. We zoeken er nog een paar examenopgaven bij uit, maar dat doen jullie zelf ook. Yes? Hey, de winst, met andere woorden, hoeveel eigen vermogen is er tussen die twee balansmomenten bijgekomen? Ik heb een beetje gekriebeld, jongens, maar in rood zie je staan de bedragen waarmee we zijn begonnen. Hoeveel is er bijgekomen aan eigen vermogen? Met andere woorden, wat is de winst over deze periode geweest? Tussenbalans van moment rood, zullen we maar even zeggen, aan de creditkant. En moment groen of zwart. Dankjewel. Wat is er aan winst bijgekomen? Hier is 100 bijgekomen aan geplaatst kapitaal. Is dat winst? Nee, ik heb aandelen bijgeplaatst, maar ik heb het niet verdiend met mijn bedrijf of zo. Helder dit? Goed, oké. Hier, algemene reserve. Die is met 10 toegenomen, maar die kwam uit die reserve verbouw, weet je nog? Daar is per saldo niks gebeurd in het eigen vermogen. AGO-reserve, 80 toegenomen. Is dat met winst gemaakt? Nee, ook weer met bijplaatsen van aandelen. Dit is vreemd vermogen. Crediteuren, winst. Hé, daar is wat gebeurd. Eindelijk. Wat is er gebeurd? 15.000 aan winst gemaakt. 15.000 winst. Wat hebben we betaald aan de verschaffers van vreemd vermogen? Ik ben nog even mee te doen. Wat hebben we betaald aan de verschaffers van vreemd vermogen, jongens? 4%. Er is niks gebeurd met die lening. Hoeveel hebben we betaald? 8.000 euro aan rente. Hey, wat zijn nou de beste verschaffers van vreemd vermogen, jongens? Wat zijn er de liefste, de fijnste verschaffers van vreemd vermogen? Die geen interest van mij vragen. Wie vragen er geen interest? Crediteuren. Die mensen die vooruit hebben betaald. Degene die op zijn geld wachten. Weet je nog? Is een vorm van vreemd vermogen. Voorziening. Maar niet, dat is niet rentedragend. Dat snap je denk ik ook. Ja, goed zo jongens. Belastingdienst. Als je heel snel betaalt, ook geen rente. Als je wat langer wacht, wel heel veel rente. Ja. Heel vervelend. Als je zelf wat terugkrijgt, bijna geen rente of helemaal geen rente meer. Hey, wij zijn er dus alles met elkaar 15.000 aan winst rijker op geworden. Onze verschaffers van vreemd vermogen, een heleboel mensen die geen interest wilden, alleen die bank wilde interest, die is er 8 mee opgeschoten. Eens? Hoeveel geld heeft er nou gemiddeld totaalvermogen in ons bedrijf gezeten in dit jaar? Nou, begin van het jaar, alles met elkaar, was het 690. Nu is het alles met elkaar 835. Sony had het al uitgerekend. 762.500 euro heeft daar gemiddeld in gezeten. We gaan er dus ook vanuit bijvoorbeeld, hè, dat het bijplaatsen van die aandelen op 1 juli is gebeurd. Kun je het volgen? Want op dat moment, alleen dan kan ik rekenen met die gemiddelde van begin- en eindbedrag. Als die aandelen zijn bijgeplaatst op 1 september, dan moet ik denken, oh ja, 4 maanden en 8 maanden zonder die AGO en zonder die bijgeplaatste aandelen. Maar nu heb ik gezegd, alles doen we gemiddeld voor het hele jaar. Dus die aandelen die bijgeplaatst zijn, die dus hebben gezorgd voor extra eigen vermogen, die zijn op 1 juli bijgeplaatst. Dan heb ik keurig het gemiddelde tussen die twee. Gaat het nog? Nog net? Hard werken, jongens. Hey, gemiddeld dit aan totaal geïnvesteerd vermogen. Yes? Oké. Hoeveel interest is er betaald? Hebben we al gezien. 8.000. Hoeveel was het gemiddelde vreemd vermogen? Moet je even rekenen. Gemiddeld vreemd vermogen.
En gemiddeld vreemd vermogen, dat is in ieder geval die voorziening. Dat is die bank. Is dat vooruit ontvangen? Zijn die crediteuren? Is die VPB? Dat is allemaal vreemd vermogen. En hoeveel is dat dan gemiddeld? Dus het was eerst 325, iedereen weet het zeker? Anders gaat het zo meteen fout, dat zou ik jammer vinden. 325? 100, 300, 350. En dit is 200, ja, 300. Ja? Zo, hè? Yes? Eens? Oké. Okay. Moet je dat ook nog uitrekenen? Nou, dat mag zo meteen. Sterker nog, dat is misschien wel handig. Maar eerst nog eventjes het rendement op het eigen vermogen. Want we hebben er met z'n allen natuurlijk risicodragend geld in gestopt. Ja? En we hebben daar een winst uit gehaald, ja, die we weer kunnen gaan uitdelen aan onze aandeelhouders. Die stond al op 30, er is maar 15 bijgekomen. Dat is niet zo spectaculair veel, maar we zijn pas een maandje bezig, hè? Oké, okay, winst van 15. En hoeveel eigen vermogen is hier nou gemiddeld in geïnvesteerd geweest? Dat is zo te zien 437,5. Gemiddeld totaal vermogen min gemiddeld vreemd vermogen. Ja, dat is goed. Eens? Oké. Okay. Nou jongens, altijd even spannend of het ook allemaal lukt. Zometeen wel een fotootje graag, Rijk. Hoeveel komt er uit het rendement op het totaalvermogen? Met andere woorden, ik heb geld geleend, hè, van mensen. Langlopend, voorziening, kortlopend. En mijn eigen geld erin gestopt met de aandeelhouders. Hoeveel rendement hebben we er nou gezamenlijk aangekregen? Hoeveel? 3. Ja, wil je het even niet afronden? 3. Doe maar 2 decimalen. 3,02%. Oké. Okay. En hoeveel is de interest over het vreemd vermogen? 2,46%. Misschien dat we nog 1 decimaal erbij moeten nemen of niet. Hey, even het verhaal van het casino weer. Ik heb dus met ze, hè, in deze praktijk heb ik geld geleend van allerlei mensen die rente vroegen en die geen rente vroegen. En de voorziening is ook vreemd vermogen. Ook geen rente. Heb ik daar nou profijt van gehad of niet? Ik heb een rendement op het vreemd vermogen moeten betalen van 2,46%. En doordat ik van dat geld gebruik heb gemaakt, hè, heb ik allemaal spulletjes van gekocht en gehandeld en zo, heb ik daar een totaal rendement op gemaakt van 3,02. Positief of negatief? Positief hefboom-effect. Zullen we eens kijken of dan het rendement op het eigen vermogen inderdaad een beetje groter is. Nou, reken maar eens uit. 3,43. Nou, nogmaals, eigenlijk hadden we een decimaaltje erbij moeten nemen. Want hoe kan ik nou toetsen of dit klopt? De formule, de hefboomformule. En we gaan eens even kijken of dat lukt, jongens. Want was die hefboomformule ook alweer? Is. Ja. Ja. Bijna goed. Ik vind het wel knap van je. Super hoor, Kirsten. En alle anderen ook. Dit is de hefboomformule. Waarbij dit... Hoe heet dat? Je zei het al, dat is de hefboomfactor. En zie je dat dit een beetje hetzelfde is als... Een andere variant op een solvabiliteitsratio? Ja, dat is ook met die drie factoren. Ja, precies. Eigen vermogen, vreemd vermogen, totaal vermogen. En die bank zegt, ja, die hefboomfactor, die moet niet al te groot worden. Want ja, zo meteen krijg je het verhaal dat het een beetje misgaat in het casino. En dan moet ik wel die lening afbetalen, je hebt geen geld meer. Ja? Dus die bank wil dat jij flink wat eigen vermogen inbrengt. Zodat de verhouding tussen eigen en vreemd, of vreemd en eigen, dat het niet te groot wordt. Dus die hefboomfactor die moet een beetje klein blijven.
Anders neem jij bijna geen risico, alleen met andermans geld. Maar neem je die vreemd vermogen dan in balans? Wat goed van jou. Je neemt hier in die hefboomfactor, neem je allebei het gemiddelde vreemd vermogen en het gemiddelde eigen vermogen. Hartstikke goed, Sonia. Hey jongens, twee decimaaltjes. Er zit ergens een afrondingsverschil tussen. Of we hebben ergens een fout gemaakt, of allebei. Zullen we eens kijken? Nou, veel meer. We hebben toch alles uitgerekend? We hebben REV uitgerekend. Dat was deze. Weet je nog? Dat is die. We hebben RTV uitgerekend. Dat was deze. En we kunnen dus ook het verschil tussen die twee uitrekenen. Hier zie je weer hetzelfde verhaal. Hè? Als ik meer rendement maak in totaalvermogen dan met het geleende geld, dan heb ik een positieve hefboomfactor. En die telt zo zwaar door. En hier allebei het gemiddelde vreemd vermogen en het gemiddelde eigen vermogen. Nou, reken maar uit, jongens. Ik ben wel benieuwd. Ik hoop dat het lukt. Het is altijd even spannend. Een procentje of 30 gaat het fout. Dus ja, kijken wat we hier vandaag hebben. En dan heb ik voor thuis nog een leuke tegenvraag. Dat snap je. Zie je hem nog, Rijk? Klopt hij niet? Ja, jij iets fout doen? Hoe kan dat nou? Wie? Oh wie? Het kan zijn hoor, we kunnen best ergens een foutje hebben gemaakt. Maar dan gaan we ook even kijken. Het gemiddelde vreemd vermogen, dat is 325. Het gemiddelde eigen vermogen was 437,5. Eens? Ja. Dus die hefboomfactor die is 0,74. Ja. Ook eens? Ja. Maal het verschil tussen RTV van 3,02 min IVV en IVV was 2,46. Is 0,41,6. Dat tel ik op bij die RTV van 3,02. En ik kom uit op 3,43,6 dan weliswaar, maar dat komt door onze afronding. Dus, dames en heren, wat constateren we rondom dit hefboom-effect? Dat we een krul krijgen, jullie dan, van de docent. Dat we hebben aangetoond hoe dat werkt. Dat het een positief hefboom-effect is. Ondanks het feit dat er in de tussentijd heel veel eigen geld bijgegaan is. We hebben een aandelenemissie gedaan. Ja? Die hebben we vooral in het pand gestopt, weet je nog. Niet zoveel mee gedaan nog. Maar we hebben een positief hefboom-effect. Was het nou 3,436? Ja, bij mij ook. Dat komt door die afronding, neem ik aan. Kan bijna niet missen. En hiermee is het hefboom-effect nog een keer aangetoond. Met jouw voorbeeld erbij, Kirsten. Vooral het tweede voorbeeld, hè, waarin we zeiden, ja, maar ik heb verlies geleden. Daarmee is de hefboomfactor veel te groot geworden, weet je nog. Vreemd vermogen tegen eigen vermogen was 1 bij ons. Ja? Ik was niet zo slim, want ik heb een rendement op het totaalvermogen gehaald van heel veel minder dan die 10% die ik jou moest betalen. Dus dit ging hartstikke hard. Dat ging nog een keer af van het rendement op het totaalvermogen. Ja? Dit min iets negatiefs, waardoor ik een zwaar negatief rendement op het eigen vermogen overhield. Ja. Hoe worden de risico's van een bank een beetje minder? Doordat ze zeggen, ja jongens, die hefboomfactor die moet niet zo groot zijn. Je stopt er maar lekker veel eigen geld in, ga je daarmee naar het casino of zaken doen, komt het allemaal op hetzelfde neer. Dat is ook een vorm van gokken voor een deel. Zo werkt dat. Hey, dus als tegenvraag, hè? Jullie werken een voorbeeldje uit. Gewoon voor jezelf, gewoon zo'n eigen voorbeeld construeren. Met in ieder geval 2 of 3 verschillende dingen. 1 is even kijken, ik reken eens een keer uit. Een variant met een negatief werkend hefboom-effect. Heel vervelend, maar toch goed om te doen. En het tweede, kijk goed naar examenopgaven waarin halverwege, niet zozeer halverwege het jaar, maar na 3 maanden wordt die langlopende lening afgelost of dat soort gedoe. Of die aandelen worden bijgeplaatst op 1 oktober, waardoor jij enzovoort die verdeling niet zomaar het gemiddelde kan nemen hier. Maar moet denken, oh ja, dat is dan 9/12 plus 3/12 en dat soort gedoe. Vragen over het hefboom-effect nog, jongens. Dat hebben we er veel gedaan, zeg. Ongelooflijk.
Een allerlaatste voor filmpje 8. Dat is wel eens een keer de vraag die ik dan in de klas krijg. Hey, maar meneer Hoordijk, dat rendement op het eigen vermogen, is dat nou voor of na dat de vennootschapsbelasting eraf is? Had u niet aan gedacht, hè? Geeft niks. Nou, wat doen we met het rendement op het eigen vermogen bij het hefboom-effect? Dat is in principe nadat de vennootschapsbelasting eraf is. Je kan het ook uitrekenen voordat die eraf is, maar dan heb je het dus over een soort bruto winst. Een bruto rendement op het eigen vermogen doen we in principe niet. Dus we kijken in het bedrijfsleven naar het rendement op het eigen vermogen nadat de vennootschapsbelasting eraf is. Dus je werkt, eigenlijk is die RTV's gewoon netto winst plus interest. Helemaal goed. Helemaal goed, Kirsten. Dat is dus een netto winst plus interest. En dat geldt dus ook hiervoor. Maar leuk is, als je hem toch een keer uitrekent, als je zo'n vraag tegenkomt, om ook eens te denken, hey, zou het nou toch ook kloppen als ik dat doe met het rendement op het eigen vermogen voordat de VPB eraf is? En is het antwoord natuurlijk ook ja.